Elke woensdag vindt de Raad van Ministers vergadering plaats op het kabinet van de vicepresident. Afgelopen woensdag was dat ook het geval. Wij van de pers krijgen dan de gelegenheid om nog vragen te stellen voordat de ministers in de vergadering gaan. Zo hebben we ze enkele vragen gesteld, maar ook naar een kerstboodschap hebben we gevraagd. En luister naar de kerstboodschappen van enkele van deze ministers. We gaan door een hele moeilijke periode met kerst. COVID treft ons heel erg nu in Suriname. Ik wil een ieder zeggen, van hieruit wil ik gezegende kerstdagen toewensen. Een fijne jaarwisseling als ik niet meer in de media kom. En zeker voorzichtig met COVID en zeker ook met vuurwerk als we dat mogen schieten voor dit jaar. Nou, ik wens iedereen prettige feestdagen en mogen het jaar 2021 duizend malen beter zijn als 2020 en laten we van Suriname een mooi land maken. Ja, dus we weten dat het een beetje een moeilijke situatie is, maar we zien dat iedereen op zijn of haar manier het toch leuk kan maken. Dus we wensen iedereen een veilige, gezonde en kerst. Vooral rustig aan doen, want je ziet de mensen racen toch op in het verkeer. En voor auto opnieuw een goede jaarwisseling. We gaan het een beetje precair moeten doen. Dat is geen probleem, is geen schande. Maar volgend jaar zal de regering ervoor zorgen dat er verlichting komt. Dus we wensen iedereen gezegende dagen toe. Nou, laten we beginnen met 2020. Het was een zeer markant jaar. Met heel veel uitdagingen. Het heeft in elk geval onze grenzen laten verleggen, mentaal en fysiek. En heeft ons laten zien dat we veel meer kunnen dan we denken. En in dat kader zie ik ook dan mijn kerstwens. Dat we, net als duizenden jaren, Jezus Christus is gekomen op aarde om ons te laten zien van Hij is er. En wat er ook op ons pad komt, Hij is als een redder gekomen. Hij heeft het geloof versterkt. Hij heeft hoop gegeven. En heeft daadwerkelijk ook problemen opgelost. En precies zo wil ik dan de Surinaamse samenleving vragen. Om hun geloof te blijven behouden. Om hoop te hebben. En te blijven werken aan een veilige samenleving. En te beseffen dat we veel meer potentie hebben dan we kunnen. En hiermee wil ik dan iedereen hele gezegende kerstdagen toewensen. Hele veilige kerstdagen. En een liefdevolle, gezonde, gelukkige 2021.